Moet je kijken wat ik hier heb. Ze denken dat dit een pillager outpost is. Dat voordat de aflevering begint. Nou, dat mag niet. Is van mij. Afblijven. Ja, waar ben je? Komen jullie nog? Ik zal even mijn zwaard pakken. Zo, dat is nummer 2. Oh, hier is nummer 3. Oh, daar is nummer 4. Laten we die even een bezoekje plegen. Zo, zo. Zo, en zo. En zijn ze allemaal weg nu? Ik denk het wel. Even om het gebouw heen kijken. Nee, niks. Mooi. Dan kunnen we nu beginnen met de aflevering. Hey, hallo. Fijn dat jullie kijken. Ik ben Terrific en ik heb een pijl in mijn borstkast. In ieder geval, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering. We beginnen met een beurtsbouw maken. Plaats gewoon wat saplings in de buurt. En dan gaan we hier op deze stoel zitten. Speciaal hiervoor gemaakt heb. En we gaan even kijken hoe die groeit. Hallo Son. Dit duurt wel eventjes. Ah, ik heb nog melk. Zo, oh, dat ging snel. Ik ben hier wel, wel blij mee. Lekker groot. En mooi ook trouwens. Moeten we nog een keer doen. Even mijn stoeltje verschuiven. En dan komt er nog zo'n mooie boom, hoop ik. Zo, de saplings staan er. Mijn stoeltje staat er. Ah, valt bijna om. En het is weer wachten geblazen. Dus ik misschien even mijn bed opzetten. En dan wachten. Nog meer wachten. Dan slapen. En dan staat de bomer. Nee, nog niet. Waarom moet ik echt alles zelf doen? Dan maar zo. En wat vinden jullie van? Ik heb de stam hier al gemaakt. Zo kunnen jullie iets beter kijken. Een beetje getweakt alles. Zoals hier heb ik een stairs, een slab in plaats van nog een log. Daar heb ik bijvoorbeeld helemaal niks. Dus dat moet nog, want ik wil wel spanproof hebben. Hier heb ik bijvoorbeeld een diorite blok, daarboven nog niet. Dus dit is in ieder geval een begin. En daarna kunnen we nog altijd een beetje tweaken. En we beginnen natuurlijk met de takken hierna. En daarna pas de leaves. Nu zitten de takken erin. Zoals je kan zien, steek er eentje uit en dan diagonaal. En dan eventueel eentje eraan vast. Zie je bij meerdere diagonaal. Het is altijd dat het diagonaal is of er recht tegenaan, niet de losse blokken zijn. Dat ze gewoon zweven. En hieromheen kunnen we dan mooi de leaves doen. Zodat alles aan elkaar zit. En zoals je kan zien heb ik wat meer diorite in de stam gezet. Zodat het iets beter eruit ziet, iets mooier. Om hetzelfde eruit te zien als deze. De leaves gaan zeg maar rondom. En eronder en erop. En dan niet helemaal. De eerste blok is altijd zichtbaar hier. Zoals je kan zien. En dat is daar ook. En de top. Die kan ik vanaf hier niet laten zien. En vanuit mijn fantastische stoel kijk ik nu naar de boom. En naar jullie. Hier is hij. Ik vind hem mooi geworden. Koffelen leaves. Heel veel
lege plekken tussen de leaves, zodat het veel luchtiger lijkt. Ik vind het heel mooi. En vanuit boven gezien ziet de boom er zo uit. Dus je kan zien, je ziet door de leaves nog heel veel van de stam. Dus mijn echte birds ook zo. En ik vind het mooi. Fantastisch uitzicht heb je vanaf hier. Prachtig. Maar we zijn hier voor de boom. Als ik hier langzaam naar beneden ga, hopelijk kom ik op een paar takjes terecht. Ah, hier is een goed voorbeeld. Je hebt je takken die hier lopen. Er zit een slap op, dus is spanproof. Leaves zijn ook spanproof. Dus geen mops. En hier zit dan helemaal niks. Dat zorgt voor extra luchtigheid, zeg maar, in de boom, waardoor je dus meer kan zien. En op de rest van de takken zit wel wat. En dan de zijkanten ook. En dan onder ook. Waardoor je vrij luchtig gevoel krijgt. En soms kun je ze ook mooi combineren. Dan zet je gewoon nog een extra leaf, zodat het wat één geheel wordt. In plaats van kleine losse takjes met bladeren. En het blijft leuk om hier tussendoor te springen. Als het lukt in ieder geval. Zover wel. Misschien een boomhut. Dat zal wel mooi zijn. Hier begint de dijk. Het loopt helemaal hierheen. Hier langs. Het is wel mooi zo, die bomen tussendoor. Hoogteverschil, watertoren. Anyway. Hier loopt hij verder. Heb hier een stukje land. Gaan we ook nog wat mee doen. Hier loopt de dijk nog verder. Dus alles is goed beschermd tegen water. Totdat je op een gegeven moment hier komt. Ja. Dus dit moet eventjes verder doorlopen. Ik denk eraan om dit hier naartoe te laten lopen. En dan vanaf hier zo de heuvel hierin te laten gaan. Zodat we een mooi afgeschermd gebied hebben. Ik had meer steen dan dirt. Dus ik heb hier allemaal steen geplaatst. En de bovenste rand doen we met dirt. Dus je ziet in mijn inventory heel veel steen. Een klein beetje dirt. Ik heb denk ik nog wel veel meer nodig. Maar we zullen zien. Eerst maar eventjes beginnen met plaatsen. Of gras weghalen. Nu het gras gedeeltelijk weg is, zien we hier een plasje water. Dit moet ook weg. Prachtig. We beginnen met een outline van de dijk. Af en toe een paar dingen corrigeren. Zo loopt hij wel mooi, vind ik. Dus dan gaan we gewoon verder met de outline. Maak me nog geen zorgen hierom. Dat vervang ik later wel. Voordat we beginnen met de tweede rij, gaan we eerst met stone erlangs. En op stone komt dan de tweede rij dirt. In de tweede rij dirt kun je gewoon op de stone plaatsen. Lekker makkelijk. Een beetje hersendood werk. Maar toch. Je moet het makkelijk maken voor jezelf. En dat doe ik ook. Op deze manier. En dan zijn we bij de volgende rij aangekomen. En het werkt precies hetzelfde. Alleen doe je nog een laag erbovenop. En dan zijn we bij de volgende dirtlaag aangekomen. Dus weer precies dezelfde plaats als de ander. Deze dijk, die wil je ongeveer even breed hebben. Dus dan moeten we ook ongeveer dezelfde breedte aanhouden. Dus dat is ongeveer 5 blokken. Dus hier ook. Dus dat gaan we aanhouden. En op een gegeven moment heb je hele lege ruimte hieronder. Dan weet je precies wat je moet vullen met stone. Of elk materiaal dat je maar over hebt. En het ziet er dan zo uit. Dus dit gaan we helemaal vullen met stone. Tot hier. Kan eventueel ook één verder.
kunnen we de deur daarop gelijk plaatsen. Ik heb hieronder helemaal gevuld met stone. En daarna zo zit het een klein beetje naar buiten gewerkt. Eén laag. Dit is omdat als ik hier naar boven ga, hier, kan ik mooi zien waar het gras allemaal komt. En dat gras wordt eerst dirt, maar wordt later wel gras. Dan kan ik zo overheen plaatsen. En dat is ook een klusje waar je een tijdje mee bezig bent. Nou, nu wachten we dit verder groeit. Nee, grapje, we gaan gewoon verder. Hier moeten we ook natuurlijk een klein beetje naar buiten. Dus hier gaan we gewoon een beetje kijken hoe we uitkomen met de rest van de terrein. Snel even wat progressie gemaakt. Even nog dit even vullen. Zo. Dus je ziet, het steen hier heb ik al weggehaald. Dit ga ik nog vullen. Die heb ik wat iets smoother gemaakt. Zodat ik een betere overgang heb. En dit stukje heb ik al gemaakt. En deze laten we even zitten. Misschien kunnen we hier nog wat mee. Dus ik ga dit snel vullen. En dan gaan we hier wat bouwen. Ja, laten we gelijk beginnen met een klein beetje terraformen voor het nieuwe gebouw. Kijk, ik denk dat dit wel mooi is. Zo. Dan wil je eventjes het gras nog eventjes weghalen. Dat in de weg komt te staan anders. Ja, dan gaan we de spullen pakken. Dus je kan zien. Weten jullie misschien al wat er komt? Ik heb denk ik wel wat meer nodig. Ja, zoiets denk ik. En dan hier ook. En dit moet dan ook een stukje hoger. Ja, ik denk dat zoiets wel mooi is. Al een mooie hoogte is. En dan kunnen we de rest ook vullen. Zo. Dit is alleen niet spanproef. Dus daar gaan we gelijk wat aan doen. En dat is slabs. Ja, varkie vindt het nu al mooi. Wacht maar als het af is. Voel je je misschien wel thuis. Zo, moeilijk plaatsen. Ik denk dat dit het midden is. Ja, volgens mij wel. Dat komt precies uit. Zo, goedemorgen. We kunnen weer verder. We gaan gelijk eentje doen. Dan beter een filler gebruiken, denk ik. Dat gaan we ook doen, trouwens. Dan hou ik nu in ieder geval wat soil over. Ja, we hebben een goede filler. Dat is steen. We hebben er toch genoeg van. En toch zo krijgen. En dan weer opvullen maar. Ik vind dit wel een leuke hoop. Dus die moeten nog een klein beetje veranderen met wat verschillende blokken.
Dat doen we met SoulScent natuurlijk. Het lijkt er allemaal op. Zo, dit ziet er al beter uit. Gaan we nog wat meer leven hierin krijgen. Nee, dat moet eentje lager. Zo. Dan heb ik hier bruin carpet. Niet het beste materiaal. Houdt dit echt alles tegen? Dat is jammer. Dan gaan we het anders doen. Zo. En dat houdt helemaal geen smoke tegen, dus dat is mooi. En dan kunnen we nu wel de brown carpet erop doen. Tadaa. Nu we deze kleur bruin erin hebben, moet dat nog vaker voorkomen ook. Op een paar andere plekken. Hebben we nu ook brown wool. Waardoor het dus minder opvalt dat daar een carpet is. Een klein beetje uitlopen. Hetzelfde geldt voor de andere blokjes. Ik vind hem nu al prachtig. Hier is nog geen licht, dus daar moeten we nog wat aan doen. Dus ik denk als ik die weghaal, dat ik jack-o'-lanterns pak en dat daarop gewoon nog een wol. Zo. Dus nog meer licht. En al dit gras, dat gaat weg. Wordt hetzelfde pad als daar. Hetzelfde geldt voor hier. En deze gaan we iets anders doen. Namelijk minder bruin en iets meer geel. Ik zie een probleempje. Dit houdt toch heel veel tegen. Zie je dat? Nu komt er veel meer uit. Dus dat gaan we toch even anders doen. Zo. Die kwam daar. En dan doen we hier. Jack-o'-lantern. Nog iets meer licht ook. Maar die campfires wil ik er wel in hebben. Dus die gaan we hier gaan we eentje plaatsen. Zo, dit zorgt wel dat er wat doorkomt, zoals je kan zien. Gaan we hier ook eentje plaatsen. Zo. Zorg voor wat meer leven door de rook. Als het goed is, is het allemaal spanproef. En dan gaan we snel hier naartoe. Dus gelijk even de filler. Zoiets denk ik. Ja, zo is het wel goed denk ik. Zoiets. Zo om erbij. En dan gaan we hier wat andere blokken gebruiken zoals je ziet. Ik hoor zombies. Het is dag, dus dat maakt niet zo veel uit. En dan hebben we nog wat wol hier zo. Om te plaatsen. Nee, die niet. Zo. Nog eentje hiervan plaatsen. Nee, dat kan hier niet. Dus dan doe ik hem hier. En dan kunnen we het bruine spul erin doen.
Die hebben zo cent en zo sol natuurlijk. Hetzelfde geldt voor hier. Maar die kan ook weg trouwens. En snel even een beetje opzoeken. Dan snel weer verder. Beetje uitloop hiervan. Zo. En dan vind ik hem wel mooi geworden. En dan nog de lichten. Denk als we deze weghalen, dat we daar een jack-o'-lantern kunnen plaatsen. En dan hebben we geel carpet voor de bovenop. Dus dit zorgt voor licht aan de bovenkant hier. En hier wil ik ook hetzelfde effect als daar. Dus dan komt een campfire hier. Campfire hier. En een soul sand. Ja, dit is wel nice. Zoals je ziet, dit is een grote mesthoop met voornamelijk alleen mest. En dit is een mesthoop met bodembedekking voor de diertjes. In dit geval stro. Dus dit is van de schapen en dit is van de koetjes. Zo kun je het ook zien. En dat rook, dat stank. Ja, niet het meest frisse trouwens. Hoop dat het alle pilletjes wegjaagt. Ik zie geen één, dus het werkt. Zo, en dan zijn we in shaders. Dat betekent één ding. Dit is bijna het einde van de aflevering. En we gaan even kijken hoe mooi dingen zijn in shaders die we gemaakt hebben deze aflevering. Ik vind het wel prachtige bomen. Wat vinden jullie ervan? Moet ik nog meer van deze bomen maken? In principe zou er nog wel eentje in het midden kunnen. Ik vind het prachtig. Even kijken hoe het hier van boven is. Met de zon er doorheen. Ik vind het mooi. En dan gaan we verder naar het volgende gedeelte dat we gedaan hebben. We hebben deze dijk. Hebben we zo door laten lopen. Al begon het ongeveer vanaf hier. Zoals je ziet is dit nog niet opgelicht. Best wel donker. Maar je kan ook als je bij de rand staat nog het einde zien van het water. Het begin van het water is het eigenlijk. En nu is het wel even te donker voor mij. Doei zon. En hallo zon. Dus hier kunnen we misschien nog wel wat mee. Strandje maken of zo. En als we dan hier naar boven gaan. Hopelijk komen we niks tegen. Ik zie geen monsters. Dan komen we nu bij de mesthoop. Zoals je ziet is het opgelicht. Door de lanterns kan je het zien. Dit stukje heb ik iets verder gemaakt. Ik vind het wel mooi. En vergeet niet van alle afleveringen die je gezien hebt. Dit is er een van. Terrific out. Oh ja. Mocht je het een leuke aflevering vinden, vergeet niet aan al je vrienden te vertellen. En ik zie jullie de volgende keer bij de Endportal. Hoehoe.